dieren zijn natuurlijk erop ingesteld en gebouwd, ook vanuit de natuur, om op mijlen afstand een bloem te kunnen vinden en te kunnen ruiken. Dus dat zit 100% ingebakken. Voor ontwikkelingslanden zou dit natuurlijk ook een hele interessante zijn, omdat het een laagdrempelige manier is en overal zijn honingbijen. Dus als je op die manier honingbijen inzet om daarmee een pandemie te voorkomen, ja, dan ben je best wel goed bezig wat dat betreft.